Dus jullie zien nu een sneak preview. Ja, het is best wel leuk om even gewoon een rondje te rijden. Op plekken waar je nooit komt. Een hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik begin vandaag de vlog met het editen van de vorige vlog. Mocht je die nog niet hebben gezien, check hem even. Of na deze vlog, of eerst die vlog en dan deze vlog. Kan natuurlijk ook. En voordat ik de vlog echt begin, wil ik je vragen om op die abonneerknop te drukken. Want ik zag namelijk dat echt meer dan de helft niet geabonneerd is die mijn vlogs kijkt. Dus klik even op die knop, dan maak je mij weer blij. En dan maak je jezelf ook weer blij, want dan blijf je helemaal op de hoogte van al mijn video's. En ik post 3 keer in de week de laatste tijd. Dus dat wil je niet missen. Alright, ik ga editen en ik zie jullie later. Hij is bijna op, helaas. Maar ik had een lekkere ijskoffie. Yummy. Oh, lekker. Al mijn kasten staan ook echt open. We doen gewoon even zo. Ik heb lekker in de zon gezeten, met muziek geluisterd, een choreo gemaakt. Dat heb ik uiteindelijk binnen gedaan, want het werd een beetje bewolkt. En nu ben ik heel even in het begin van mijn morning routine aan het editen. Ik heb jullie trouwens nog niet laten zien. Mijn blad van mijn olifantsoor is helemaal uitgekomen. Look at this. A fresh leaf. Ik moet ervoor zorgen dat hij niet te veel, zeg maar, naar de zon gaat trekken. Want dat doen jonge bladen heel vaak. Dus ik moet hem af en toe een beetje draaien. Maar goed, ik ben dus nog even mijn morning routine aan het editen. Gewoon even grof, zodat ik morgen verder kan maken. En dan ga ik even La Casa de Papel afkijken, want daar is weer een nieuw seizoen. Nou, afkijken niet, denk ik. Maar ik ben bij aflevering 4, geloof ik. Ik wil haar afleveringetjes zien. Goeie zin, dus dat. Echt een aanrader. Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb net mijn workout gedaan. Ik heb lekker gedoucht. Ik ben nog een beetje rood, zoals je ziet. En de zon schijnt weer heerlijk. En ik heb een tropisch ontbijtje gemaakt. Havermout met mango en blauwbessen. En kokosrasp. En die kokos is echt zo lekker. Ik heb mijn Adidas shirtje aan met mijn joggingbroek, want ik ga vanmiddag lesgeven, online lesgeven. En ja, ik dacht, ik kan me wel weer halverwege de dag op omkleden, maar daar heb ik niet zo zin in, eerlijk gezegd. En ik zit toch binnen, dus ja. Ik heb een kleine to-do list voor vandaag verder. En verder gaan we het zien. Misschien gaan we nog even in de tuin zitten, ik weet het niet. We'll see. Het is tijd om les te geven, dus ik ga mijn tanden poetsen. Ik weet niet, ik doe dat altijd als ik wegga. Doen jullie dat eigenlijk ook? Als ik de deur uit ga, dan poets ik mijn tanden. Daar zijn we. Nog wat leuks gedaan vandaag. Lekker buiten gespeeld. Gewoon school. Een voorwerp met een letter. K. Kussen. Ja, heel goed. Een klapje. Kussen. Iedereen pakt een kussen. Dat is super slim. Een kussen. En wat is een krant. Krant. Tess heeft van 80 kussens. Kleding. Een kubus. Een keukenrol. Wat zijn jullie slim? Een knuffel, heel goed. Een kast. Toppers. Een kaasschaaf op een keukenrol. Oké, we gaan een kaasschaaf, ja, heel slim. Gaan we nog 1 ronde doen. Oh. Een voorwerp met een letter S. Die wilde ik ook zeggen. Oh. De letter S. Mini wormen. Een scrunchie. Slof. Nog een scrunchie. Slinger. Schoen. Slipper. Wow. Stift. Oké. Zullen we nog 1 ronde kleuren dan doen? Ja, doe nog even een rondje kleuren. Okay. Zo,
Ik heb net wat foto's geschoten voor Instagram. En ik heb tussen de middag even lekker buiten gelezen. En in de zon geluncht. Dat was heel chill. En nu ga ik even verder met die foto's bewerken. En inplannen. Ik heb er net over getwijfeld of ik een bepaalde tool zou aanschaffen. Want die heb ik wel al. Maar die heb ik voor 2 accounts. En die moet ik nu voor meerdere accounts kopen voor mijn eigen account. En daar, dat gaat wel iets te ver. Want ik weet nog niet wanneer ik inkomen ga krijgen. Dus ik hou het even bij gewoon meer tijd erin besteden. En dat is door het zelf in te plannen. En hetzelfde plaatsen. Maar ik wil wel mooi, dat het er mooi uitziet. Dus ik ga het even goed plaatsen, zeg maar. Dat kost wat meer tijd. But it's worth it, I guess. En dan zit mijn dag er denk ik over op. Dus ja, dat. Mocht je er geïnteresseerd in zijn, in de manier hoe ik het dus inplan, op dit moment, want normaal gesproken gebruik ik dus hier een tool voor, maar ja, op dit moment, om even kosten te bezuinigen, te besparen, doe ik het even zo. Ik maak gewoon een grid in Facebook, in Photoshop, wow. En daar kijk ik gewoon even wat mooi staat eigenlijk. Dus jullie zien nu een sneak preview van mijn feed. En dat is hoe ik het doe. Ik ga dan eerst kijken welke foto ik waar wil in mijn feed. En daarna plak ik de tekst erbij. De meeste heb ik al staan. Ik maak gewoon teksten vaak gewoon random als er iets in me opkomt. Die plak ik erbij, zeg maar. Zodat het in een documentje staat. En dan zet ik het in een documentje op volgorde. Met foto, voorbeeld en tekst. En hashtags. En dan zet ik in mijn agenda reminders wanneer ik ze moet posten. En dan open ik gewoon een documentje. En dan moet ik gewoon letterlijk kopiëren plakken. Dat werkt voor mij het chillst. Ja, het ideaalst is natuurlijk een tool. Maar op dit moment zijn die kanalen vol. En wil ik nog even niet daar geld aan uitgeven. Dus mocht je dat leuk vinden, dit is een tipje. Moet je wel foto's op hebben, maar het kan geloof ik ook wel als je gewoon de foto's opent en dan neerzet, zeg maar. Ja, op je bureaublad gewoon. Ja, of een tool als Paint of zo. Dat lukt ook wel. Een hele goede avond. Het is bijna 8 uur. En ik ga zo live les volgen. Stretch challenge gaan maken waarin ik elke dag vastlegde hoe ver ik kwam en zo en dat ik stretchte. Dat is me niet helemaal gelukt, maar ik probeer wel af en toe een zeg maar dat je het bij kan houden, zeg maar dat je het kan zien. Dus dat ga ik nu even filmen, maar ik ga eerst even wat oefeningen doen voor mijn armen, denk ik. Ik heb gisteren benen gedaan. Op zich voel ik die wel, maar ik voel meer mijn kuiten, dus ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar goed. Dat ga ik doen. Mijn planning is workout, stretch, douchen, ontbijt, video's kijken tegelijkertijd. En een post plaatsen. Dan ga ik even lopen. Dan ga ik mezelf even gooien in de LinkedIn advertising. Iets wat ik daarvoor moet doen. En dan ga ik wat choreo's filmen en ja, oefenen. Let's workout first. Ik heb wel eens oefeningen gedaan, armoefeningen met dansen en zo, om gewoon je armen, you know, sterk te houden en veel achter elkaar te kunnen doen. Ik kan niet echt mijn armen doen. Deze ding was 7 minuten en normaal doe ik
5-6 minuten. I can't. I couldn't do it. Ik kon gewoon tot een paar keer toe gewoon mijn armen niet omhoog houden. Maar ik heb wel doorgezet. Ik ga nu even nog een paar pushen proberen. Ik weet niet of het lukt. En dan een paar abs dingetjes. En dan vind ik het weer goed. I'm crying. Goedemorgen. Nee, ik had al goedemorgen gezegd. Ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb net de lekkerste smoothie ooit gemaakt, denk ik. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ik zal even het recept in de beschrijving zetten. Het is super simpel, maar echt heel erg lekker. En je zal denken, hij is groen. Er zit spinazie in. Maar oprecht, dat proef je niet. Dat proef je gewoon niet. Je proeft gewoon banaan. Het is super lekker. Echt een tip. Ik heb net een TikTok geplaatst, dus mocht je me nog niet volgen op TikTok, stay tuned, want er komen leuke TikToks aan. En ik ga nu even een post op Instagram en LinkedIn en Facebook zetten. En dan ga ik wat, een beetje aan de slag. Even video's kijken nog, even ontbijten. Ja, de zon breekt niet zo erg door als gisteren. Hij wel al iets meer dan vanmorgen, maar het is nog een beetje niet heel overtuigend. Maar dat is ook prima, anders ga ik weer de hele tijd in de tuin zitten en zo. En, ja, het is ook niet heel chill. Je weet dat wanneer je bureau er zo uitziet, je echt in een hele creatieve bui bent geweest. Oh my god, this mess. Oké, maar dit is niet helemaal voor niks. Want ik heb een paar oorbellen gemaakt. Ik zal ze even laten zien. Dit zijn de oorbelletjes. Ik had helaas geen gouden draad meer. Maar je ziet ook dat het handmade is, want de een is groter dan de ander. I'm such an amateur. Maar ze zijn wel heel leuk gelukt. Tada! Het is een soort van pearl looking oorbel. Maar het is van een soort van koraalachtig steentje. Ik heb nu een beetje too much met mijn haarspeldjes. Maar ik vind ze heel leuk. Ze zijn lekker natural. Ze kunnen overal bij. Ze zijn lekker zomers. Maar ja, het was even leuk om mee bezig te zijn. Nu ga ik dit even opruimen. En dan ga ik even lunchen, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel een koffie gehad, maar het is ondertussen al kwart voor twee. Ik heb wel ook mijn nagels gedaan. Ja, dan moet ik natuurlijk wel even laten zien welke kleur dat is. Even kijken. Deze kleur heb ik op. En dat is de kleur Intense Taupe 113 van Pink Jellac. Ik gebruik de lakjes van Pink Jellac. En dat werkt prima. En het is relatief goedkoop. Ik ga even opruimen. Een hele goede morgen. Oh, ik hou zo van de zon, jongens. Het is vrijdag. Het is 9:15. En vandaag is het Goede Vrijdag. Dus heb ik ook een beetje een off day, een vrijdag. Ik ben mijn kledingkast aan het opruimen. Zoals je ziet. En een beetje lenteproof maken. Want mijn wintertrui lagen er nog in. En... niet dat we die waarschijnlijk helemaal niet meer gaan doen dit jaar. Ik weet het niet. Soms dan is het zeg maar in april nog heel mooi. En dan wordt het in mei soms nog wat kouder of zo. Ik ben in ieder geval niet te voorbarig enthousiast. Maar ik zet het in ieder geval in een andere kast. Zodat ik hier meer ruimte heb voor wel warme dingen die ik nu gewoon draag. Of koude dingen dan eigenlijk voor warme tijden. Dat ben ik nu aan het doen. En ik ben er echt even kritisch doorheen aan het gaan. Want ik heb zoveel kleding. Maar elke keer als ik het opruim denk ik ja. Maar ik draag het ook echt allemaal. En ik heb niet een hele grote kast. Dat moet ik ook erbij zeggen. Dus ja. I don't know. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie echt een paar key pieces? Of hebben jullie veel verschillende items? Ik ben benieuwd. Verder heb ik mijn plantjes even weer water gegeven. Daarom staat die er ook nog. Ik kan het niet zien. Ja, die. En ja, vanmorgen heb ik geen workout gedaan, maar ik heb wel gestretched. Ik had er gewoon echt even geen zin in. En that's fine, want ik hou in een boekje bij. Oh ja, die video moet ik ook nog editen. Ik hou bij in dit boekje per maand en zo wanneer ik sport en wanneer ik stretch en wat dan ook. Hier heb ik bijvoorbeeld een
kalendertje met alle dagen wanneer ik heb geworkout. Vandaag kon ik dus niet meetellen, maar begin deze maand heb ik tot vandaag maar 3 keer geskipt. Dus dat is nice. Zo, goedemorgen. Het is 11 uur, het is zaterdag. En sun is shining. Ik heb net even nog een foto gemaakt voor op Instagram. Vond ik leuk, want ik had ik heb dit pakje aan. Super zomers. Maar wel zeg maar een soort van semi-warm. Want ik vind het soms warmer om mouwen te hebben in plaats van broekspijpen. Ik heb nu alleen nog mijn bralette onderaan door de foto. Check mijn Instagram. En ik heb er normaal gewoon een shirtje overheen. Vandaag ga ik even een stukje rijden. Eigenlijk wilde ik dat gisteren doen. Ik weet niet of ik dat heb gezegd. Maar ik ga even gewoon een stukje rijden. Gewoon met de auto. Mijn auto staat nu namelijk stil. En voor de mensen die het nog niet weten. Ik rijd private lease. Zeg maar de kilometers heb ik al afbetaald. Behalve de benzine. Maar als hij stil staat, dan betaal ik dus voor niks. En dan is het... Nou oké, het is niet duurder om hem stil te laten staan. Voor mijn gevoel wel, zeg maar. Dus ik ga lekker een stukje rijden. Lekker zon. Ik hou echt van autorijden. Het liefst ga ik zeg maar elke week ergens heen. Ik ga niet buiten de auto. Ik ga gewoon lekker met de auto ergens heen. Ik zet hem neer. Als het lukt, als het kan, dan zet ik lekker de auto open. En dan ga ik lezen of wat dan ook. En ja, even nieuwe omgeving, zeg maar. Want I'm kinda getting stuck here. Ja, dus dat. Ik ga nu eerst even die foto bewerken. En dan ga ik denk langzaamaan rijden. Ik heb echt zin om even ergens lekker heen te gaan gewoon. Ik denk dat ik naar Hoeve Holland ga. Dus redelijk in de buurt bij mij. En ik ben er nog nooit geweest. En... Oh, mijn batterij is leeg. Oké, die ga ik eerst opladen voordat we weggaan. Ah! Ik weet niet of u me goed hoort, maar ik zit in de carwash even. Want ik dacht, ik ga eerst even door de carwash. En dan ga ik naar waar dan ook. Waar ik heen ga. Want mijn auto was best wel vies. Dus ja. En support your locals, guys. Ik vind de was natuurlijk leuk. Ik heb even bananenbrood, chocolade bananenbrood. Die is echt super lekker. En ik sta even stil. Ik ga zo weer rijden. Ja, het is best wel leuk om even gewoon een rondje te rijden. Op plekken waar je nooit komt. Ik vind het alleen jammer dat je hier niet echt vlakloos de boulevard kan rijden. Zeg maar. Bijvoorbeeld bij Katwijk kan je echt langs de boulevard letterlijk rijden. Dus dan zie je de zee. Maar dat kan hier niet. Tenminste, niet voor, of het kan niet nu, want er zijn heel veel wegen afgesloten. Of het kan überhaupt niet. Of ik weet er niet van. Ik heb hier ijskoffie in zitten. Dat is zo chill. Ik ga weer rijden. Ik moet eigenlijk ook weer heel makkelijk plassen. Ik ben echt zo noob gewoon wat dat betreft. Dan ga ik niet weg voordat ik... Zeg maar, dan ga ik niet plassen voordat ik weg ga. Zucht. Het is weer lekker rustig. Misschien loop ik heel even naar dat bankje daar. Het is ondertussen alweer maandag. Ik vergeet elke keer de vlog af te sluiten de laatste tijd op zondag. Maar bij deze sluit ik de vlog af. Super thanks voor het kijken van deze video. Check zeker even nog mijn andere video's van afgelopen week. Die ik heb geüpload. Want ik post 3 keer per week. Super veel. Ik doe er echt veel moeite voor. Dus check ze. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer met een nieuwe vlog. En anders een andere video. Ciao!